Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe video van De Treinreiziger. Vandaag is het zondag 12 februari 2023. Vandaag gaan wij afreizen naar onze zuidenburen en in het bijzonder naar de stad Antwerpen. We rijden namelijk nieuwe trams rond in Antwerpen en we gaan een elektrische bus in Antwerpen doen. Belooft een leuke video te worden, het begint alleen nu al niet volgens plan. Hoe dat zit, dat zie je na de intro. Veel kijkplezier! Inderdaad, vandaag reizen we af naar onze zuidenburen en dan in het bijzonder naar Antwerpen. We gaan er dus trams en bussen doen. Ik zei al dat het begin niet volgens plan ging. Wat ik daarmee bedoel, we gaan dus zo meteen met de rechtstreekse Intercity naar Brussel. Het zei dat het ding maar liefst 20 minuten te laat is door een defecte trein. Je verwacht het haast niet. De koffie bij de stationshuiskamer was lekker. Even een statusupdate. Mijn trein heeft maar liefst 25 minuten vertraging. En de sprinter naar Dordrecht van 9:30, die is uitgevallen. Het gerucht gaat dat dit er heel misschien aankomt. Oh, wonderen bestaan. Dat ding komt er wellicht aan. Met deurproblemen en krap 25 minuten vertraging aangekomen in Breda, het laatste station in Nederland. Vanaf hier gaan we dan ook reizen op ons internationale treinticket. Maar hoe check je dan uit als je een overchipkaart hebt? Dat uitchecken zelf is niet zo heel moeilijk. Je moet vooral deze paaltje vinden en dan moet je hier je overchipkaart ervoor houden. Dan zegt hij, je bent uitgecheckt en kunnen we met krappe 1,5 uur vertraging de grens over. Met krap 1,5 uur vertraging aangekomen op een van de mooiste treinstations van Europa. Daar heb ik geen discussie over. Station Antwerpen Centraal, een van de 4 niveaus waar we aankomen. Spoor 23 is dit. Hier gaan we overstappen op de tram. Net geweest bij Antwerpen Diamant. Ik moet naar Antwerpen Afschrift voor de tram. Ik ga vast vertellen wat we gaan doen. We gaan met de tram richting Antwerpen Roosveld. Om naar het rondje te beginnen met bussen. 12 seconds later. Ik zou de tram nemen om de bus te pakken, maar er kwam hier net toevallig een busbaan langs lijn 17 naar Roosveld. Een of ander oncomfortabele Citea met zowaar reizigersinformatie. Uitgestapt dus op Antwerpen Roosveld, een van de grootste busstations van België en het grootste busstation van Antwerpen. Met hiernaast de Airport Express richting de luchthaven. Hier gaan we overstappen op een rendebus naar keuze. Ik heb mijn zinnen gezet op lijn 32. We rijden namelijk sinds een tijdje, zo ongeveer een jaartje of twee, rijden elektrische MAN Line City bussen rond. Ik ben daardoor getipt door een kijker om die eens een keer te gaan doen. Dat schijnt namelijk een van de eerste bussen te zijn waar je telefoon kan opladen. Zo zijn ze in België goed bezig. Ik ben benieuwd, die lijn 32. En deze rijdt zelfs op zondag strak in een kwartierspatroon. Een elektrische MAN bus dus. Ik zit nu op het motorblok van een Citaro, dat is een dieselbus. Dus deze rit zit hier nog niet. Ik ben benieuwd hoe die op de volgende rit zit, of die daar wel op zit. Ritje met de oude afgetrapte Citaro overleefd, dus geen elektrische bus. Ben benieuwd of die op de terugrit wel zit. Ben ik even blij dat ik dit op de 12e doe. Over 2 dagen gaan ze alweer staken. Nou, op deze rit ook niet. Dus nu maar even kijken op de rit van een kwartier later. De Halte Zuurborg is een combinatie tussen bus,
en tram. En daar heb ik een leuk feitje over. Achter begint de tramtunnel. Daar gaan de pre-metrolijnen de tunnel in. En dan komt een trein voorbij. De trams veranderen hier dan in metro's. En daar kunnen dus de trams dus gewoon zo, hup, onder de grond de stad door. Dit hier is de lijnnetkaart van de stad Antwerpen. Zet de video even op pauze. En daar komt de bus en het is dezelfde als daarnet. Weer een Citaro. Terug op het Centraal Station. Helaas geen elektrische stadsbus vandaag. De bus hebben we nu gehad. Tijd voor de trams. In Antwerpen rijden sinds eind januari dit jaar nieuwe trams rond van het type Stadsliner. Dat is eigenlijk gewoon een café Urbos die we in Nederland kennen als sneltram en een iets andere uitvoering in Utrecht. En op lijn 25 tussen Amsterdam en Amstelveen. Maar hier rijden ze dus ook rond. Ze rijden sinds 30 januari rond op lijn 10. Ze reden eerst al rond op de kusttram Mondjesmaat en nu zijn ze volledig op de kusttram actief. Ze vervangen daarmee de oude BN-stelletjes. Die nu dus ook bekend staan als de Zeeliner, die café Urbos trams. De trams die hier rijden zijn dus Stadsliner trams. Ze rijden Mondjesmaat op lijn 10. Ik ga er nu een soort jacht op maken op naar Primetro station. Blijft een verschrikkelijk mooi station dit. Lijn 10 is gevonden. Primetro station Astrid gevonden met de halte voor lijn 10. Dat is het tramlijntje tussen Weinigem, Antwerpen en Hoboken ten zuidwesten van Antwerpen. Ze rijden elk kwartier in het weekend. Ik hoop dat ik op de eerste rit een café Urbos tref. Hé, hey, daar komt een PCC aan. Dat is pas oud spul. En daar rijdt een Hermelijn binnen. Ah, kijk eens wat eraan komt. De eerste rit gelijk goed getroffen. Een stadslijnentram, een café Urbos. Uitstappen op zijn Belgisch. Aangekomen op PNR Schoonselhof, eindpunt van lijn 10, wat momenteel volledig overhoop ligt. Dit is het eindpunt van lijn 10, de café Urbos. De eerste indruk, het zit niet comfortabel. Het zijn dezelfde trams als op de Amstelveenlijn, dus lijn 25 tussen Amsterdam-Zuid en Amstelveen-Westwijk. Ja, de trams zien er heel aardig uit, dus ik ga je nu even een algehele review van het interieur geven. Heel veel ruimte voor rolstoelen, dit zijn dan stoelen. Nou, voor de rest zijn het gewoon stadstoeltjes en zo. En hier heb je dan nog meer ruimtes en vooral heel veel zitplaatsen voor wat allemaal niet mee gaat, want het gaat dwars door de stad. Ook mag in de tram reizigersinformatie niet ontbreken en kan je middels je bankpas en je mobip inchecken. Uitgestapt bij een halte naar keuze aan lijn 10, de halte Aartselaarstraat. De café Urbos trams, ze rijden dus in Antwerpen. Het zijn niet comfortabele trams, maar ja, voor een stadstram is het prima. In Nederland gebruiken wij ze vooral als streektram, dus in Antwerpen hebben ze het wel goed begrepen dat het een stadstram is. Want ja, zo zit het dus ook echt. Ik ga je even mooie shots maken van de tram. En dit is dan ook echt de perfecte locatie, want er komt er weer eentje aan. Kapot vertrekscherm. Voordat we de tram terugnemen naar Weinigem tot Antwerpen Centraal, even de dienstregeling. De tram rijdt in de spits elke 7 minuten. Dat is echt super frequent. Dan rijdt het daarna elke 10 minuten. Ook in de vakanties van maandag tot vrijdag. Op zaterdag rijdt de tram elke 10 minuten in de middag en in de ochtend elke kwartier. Op zaterdag en op feestdagen rijdt het de gehele dag een kwartiersdienst. Het zijn dus niet alle ritten waar een café Urbos op zit. Hier zit dan weer een oude Bombardier Hemmerlijn op. En er is lijn 10 terug naar Weinigem.
terug op Astrid Centraal Station. Kijk, een heel stuk oud antiek. En er rijdt er nog eentje rond. Bonus content, super oude PC Blijn 12. Namelijk. Nee, dankjewel. Dat was echt super vet. Nu gaan we terug naar het Centraal Station. Weer terug op Antwerpen Centraal. En we zijn weer terug voor Antwerpen Centraal. Hier zit ons toertje door Antwerpen erop. Hier pakken we dan ook de trein terug naar Nederland. Kijk, daar komt hij al aan. Lekker op tijd. Nou, we zitten natuurlijk in de trein. Die is lekker vol. Op naar Nederland. Tussenstop op station Noorderkempen. Er is hier niet veel. Is fijn. Zo, na een comfortabele rit met de IC Brussel en op tijd aangekomen in Breda. Mijn eindbestemming. Het station van Breda is voor mij de reis erop met als hoofdonderwerp. De trams en de bussen in Antwerpen. De elektrische bussen heb ik helaas niet kunnen vinden. Wie weet een andere keer. In tegenstelling tot de trams, de nieuwe trams in Antwerpen. Ze zien er super vet uit. Maar ze mogen wel iets comfortabeler. Maar goed, voor een stadstram is het oké. We gebruiken ze in Nederland vooral als streektram. Maar in België gebruiken ze dus als stadstram. Ze rijden dus op lijn 10 als stadslijner trams. Maar het is eigenlijk gewoon een kaf-urbos. Ik vond het in ieder geval een superleuk reis om te maken. Met dus als hoofdonderwerp de trams in Antwerpen. Ze zijn super mooi, niet heel erg comfortabel, maar al met al is het wel een geslaagde reis voor vandaag. Ik sluit hier de video af, ik ga nu lekker richting huis. Laat een blauw duimpje achter, abonneer op mijn kanaal, laat een leuke reactie achter. Dan zie ik je bij een nieuwe video van de treinreiziger. Nu, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.